Je bent aan het maar je wil meer omzet. Je wil groeien. In deze video deel ik vijf praktische tips met je die zorgen voor groei binnen jouw bedrijf. Welkom bij 7 d En dat begint met een hele... Ja, makkelijke en toch moeilijke. Dat is, ik ontmoet wel eens SSP's en denk: ja, het is best lastig om het te onderscheiden. Want ja, in mijn vakgebied zijn er zoveel en iedereen die doet hetzelfde. En dus, ik heb heel veel concurrentie. Uh, en dat zorgt ervoor dat ik heel moeilijk kan stijgen in mijn omzet. Dan is mijn opmerking: zorg dat je dingen anders doet. Uh, iemand die zei ooit... gek scheren, die zei van ja, uh, uh, als jij... heel veel concurrentie hebt, dat doe je helemaal zelf. Want dan doe je namelijk precies hetzelfde als wat alle anderen ook doen. Oftewel, kijk nou eens... binnen jouw niche, binnen jouw vakgebied... of je dingen op een andere manier... kan doen. Denk daar nou eens creatief... over na, waardoor jij... ook al zijn er misschien duizend of tweeduizend... of tienduizend anderen die in jouw vakgebied zitten... die precies hetzelfde doen. Probeer het nou eens... op een andere manier te doen. Probeer een andere doelgroep aan te spreken. Probeer op een andere manier te werken probeer je je dienstjes aan te passen zorg ervoor dat je anders bent dan de anderen en je zult zien dat je daardoor ook nieuwe klanten gaat aantrekken de tweede tip om te groeien is op een gegeven moment krijg je druk uh, en is je week vol want je doet alles zelf zeker als zzp'er kijk dan of je dingen kan uitbesteden met name die dingen die eigenlijk jou het meeste tijd kosten maar het minste Opleveren. Uh, dus stel je voor dat jij, weet ik veel, strategisch adviseur bent en de gesprekken met die klanten, daar krijg je een heel hoog u voor. Maar daarna moet je heel veel dingen uitwerken op papier uh, en daarbij eindigen niet zo goed in. Kijk dan bijvoorbeeld of je dat kan uitbesteden. Dat kost je misschien in het begin wel iets van marge. Maar je zult merken dat het je zoveel tijd oplevert, dat uiteindelijk de totale omzet uh, enorm omhoog kan. Dus zorg ervoor dat je dingen delegeert, waardoor jij meer ruimte krijgt om zeg maar, de dure uren, datgene waar je echt goed in bent. Om die meer te doen. Ja, drie, en dat is er misschien wel eentje die ik ook vaak genoeg tegen mezelf zeg: is: volg leads op. Kijk, uh, grote bedrijven die hebben vaak complete CRM-systemen. En die krijgen van alle hand alerts en belletjes en weet ik veel allemaal automatische systemen om leads op te volgen. Wij als ZZP'er hebben dat vaak niet. En dat betekent dat, nou, in mijn geval, uh, ik uh, heb op CVD-TV maak ik betaalde videoportretten van ondernemers. Dus ik heb op een gegeven moment een mailtje van iemand, Pietje. En die Pietje zegt. Nou, ik vind het inderdaad wel interessant. Misschien over een half jaar stuur me dan nog eens een mailtje. Nou, je raadt het al. Wat gebeurt er? Ik vergeet dat mailtje en ik benader Pietje nooit meer. Waardoor er gewoon een lead Gaat uh, in mijn geval, heb ik het opgelost met een tool die heet Butler. Dat is een tool die je kan integreren in je, in je mail. In mijn geval op de Apple uh, mail. Uh, en dan kan ik een, een reminder hangen aan zo'n mailtje. Dus ik krijg van die pietje krijg ik een mailtje die zegt: Mail me over een half jaar nog eens. Dan zet ik er een soort taakje aan vast. Die zet ik op zes maanden met een tekstje erbij. Nog eens terug mailen, misschien geïnteresseerd in een videoportret. En na een half jaar. Ik ben te lang vergeten. Pjoen, krijg ik een alertje op mijn Mac. Hé, hey, je moet Pietje weer eens mailen. Een hele simpele manier die me nu al keihard meer omzet heeft opgeleverd. Dus ik weet niet op welke manier het je het kan doen. Maar zorg ervoor dat je iets van een systeem, hoe simpel ook, bouwt. Om leads, koude leads, warme leads, boeit niet. Maar leads goed opvolgen levert je gegarandeerd meer omzet op. Ja, en de volgende tip is: doe je je tarief omhoog. Um, en een paar dingen over dat uurtarief. Kijk, uh, er is inflatie, iedereen gooit zijn prijzen omhoog, in de horeca wordt een biertje ook steeds duurder. Dus kijk gewoon per 1 januari elke keer weer, hé, hey, kan ik niet een x-percentage op mijn uurtarief doen? Um, je, kijk, bij bestaande klanten is dat lastig, maar bij nieuwe klanten kun je dat altijd doen. Uh, nog een ding over uurtarieven, namelijk, is in het, zeker in het begin als je gaat zzp'en... dan ben je super eager en dan krijg je een klant en dan denk je, oh yo, ik doe het wel en desnoods voor een laag uurtarief. Maar als die klant daarna fan wordt en jarenlang met je werkt, is het verdomd lastig om je uurtarief omhoog te schroeven. Dus pas enorm op met het beginnen met een te laag uurtarief. is in het begin eng, maar probeer daarin een beetje brutaal te zijn. Uh, en ben je goed? En doe je ervaring op, dan word je ook meer waard. Dus je hebt meer kennis, meer ervaring, eh, noem alles maar op. Eh, de, de inflatie zorgt ervoor dat je ook zeg maar, met, met, met goed fatsoen je uurtarieven kan verhogen. Dus zorg ervoor dat je één, je uurtarieven regelmatig wat ophoogt. En twee, dat je niet te laag begint bij nieuwe Klanten. En nog een ding als het gaat om uurtarieven: kijk ook eens of je misschien je businessmodel kan veranderen zodat je iets minder afhankelijk bent van uurtarieven. Denk bijvoorbeeld aan een recurring model, aan bijvoorbeeld uh, een. Een abonnementsmodel op advies. Dat je tegen klanten zegt: luister, je betaalt mij een X-bedrag per maand. En dan mag je mij altijd bellen voor advies. Of dus abonnementsmodellen, ja, dat zijn natuurlijk superhandige modellen om op regelmatige basis omzet uh, naar binnen te krijgen. Dus kijk eens of het voor jou. Ik zal niet voor iedereen lukken, maar kijk eens of het misschien in jouw geval mogelijk is om van die uurtarieven. Hoeft niet helemaal ervan af te stappen, maar of je een gedeelte van je werk misschien kan. Omvormen naar een soort van abonnementsmodel. Uh, ook dat zorgt er absoluut voor dat je omzet omhoog gaat. En de allerlaatste is een, een motivatietip van mij aan jou. Wij zijn als ondernemers of ZZP'ers heel vaak zitten wij vol met ideeën. Ik weet niet of je dat herkent. Ik wel in ieder geval. We stikken van de ideeën. Oh, we zouden ook dit en oh, we zouden ook dat. Nou, los van het feit dat het heel goed is om focus te houden als ondernemer. Als jij wil groeien en je wil nieuwe dingen doen en je wil meer omzet draaien, dan moet je dingen doen. Oftewel ideeën zijn waardeloos. Het is superleuk om ideeën te hebben. En nog leuker om erover te praten. En nog veel leuker om er op social over te vertellen. Maar je hebt er geen reed aan. Dus zorg ervoor dat je al je ideeën, al die prachtige ideeën die je hebt, dat je die omzet in actie. En dan beloof ik jou dat als je deze video hebt gekeken en je past deze tips, deze vijf tips toe. Dan geef ik jou op een briefje dat jouw omzet in de plus gaat. En ik wens jou daar heel veel succes en heel veel plezier mee. Vind jij dit soort tips nou handig? Ik maak veel meer van dit soort video's. Dus... Abonneer je dan op CVD TV. En niet alleen om deze video's, maar ook om het feit dat we elke week nieuwe ondernemers interviewen. Hier in mijn studio. Echte ondernemers met echte verhalen. Ook ZZP'ers en freelancers die we hier interviewen. Super super tof kanaal voor jou om van te leren en om inspiratie op te doen. Dus je maakt mij er ook blij mee. Dus abonneer je op YouTube en zit je te luisteren naar dit verhaal als podcast op een van de podcastkanalen. Dan abonneer je ook daar en dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. はい